testen, want we zijn seconden voor de start. Dan gaat nu het pistool omhoog en gaan we aftellen. 5, 4, 3, 2, 1 en weg. En daar staat nog iemand in de weg, dus voorzichtig. Het is een geweldig evenement. Het leeft gewoon onder de bevolking. Heel veel Almelo'ers doen mee. Kinderen van Almelo. En op naar een gezond Almelo eigenlijk. Wij zijn heel blij dat we geweldig weer hadden. En daarmee prima omstandigheden voor de tweede Almeloze Allee wat dat betreft. We hebben een grote groep sporters vandaag gehad. Ruim 1000 deelnemers aan de verschillende loopafstanden. En dit keer ook voor het eerst een groot aantal bedrijventeams uit Almelo dat meedeed. En vanmiddag fietstochten en wandeltochten wat dat betreft. Wij spreken van een geslaagd evenement met heel veel enthousiaste deelnemers. Productie Romeo en Julia van muziektheater Servus werd 4 keer op de planken gebracht. Maandenlang werd gerepeteerd in de oude fabriekshallen op het Indiëterrein. Het resultaat mocht er zijn. Maar normaal heb ik vaak komische rollen, dus vrolijk, bewegelijk, maar nu heel statisch. En dan moest ik echt op de plek blijven staan, niet te veel bewegen, maar dat is heel moeilijk voor mij, want ik beweeg bijna constant. Alfons Koopman. Je staat bijna klaar. Waarvoor? Voor het optreden van Romeo en Julia in de grote hal op het Indiëterrein. Ik ben de alter ego. En uiteindelijk, aan het eind komt de ontknoping dat ik eigenlijk Romeo ben. Ja, een beetje geest, hè? Een beetje de geest. Buiten dit podium. Ik ben ook een eenling in de hele voorstelling eigenlijk. Ik sta voor de klas. Ik ben een leraar bouwtechniek aan een technische school in Oldenzaal. En elke dag nog met heel veel plezier. Werken met jeugd is ontzettend interessant. Zelf doe ik vanaf 1992 voor de eerste keer. De favoriete rol was in de Mikado. En toen was ik een... hoe heet je ook alweer? Momenten. Nee. Ja, dat was gigantisch. Dat was een gigantisch grote rol. En in deze rol ben ik heel veel aanwezig. Heel veel op de achtergrond. Een beetje als geest zijnde. En langzaam kom ik steeds verder in beeld, uiteindelijk tot de ontknoping aan het eind van de voorstelling. En met de oefenavonden is het zo'n beetje vanaf januari geweest. Het is net 1 grote familie. We zijn bijna meer hier als thuis, dus we gaan thuis op visite en hier leven wij ongeveer. Zo gaat dat. Meneer Van Marle, ja, als ik zo langs het fietspad, langs het kanaal rijd en ik kijk naar dat Excel Business Park, dan ligt het een beetje stil, lijkt me. Nou, er zijn nog wat bedrijven gevestigd, dus het is niet helemaal stil. En recent is daar Looms bijgekomen en de uitbreiding van Vivegem. Plus dat we in gesprek zijn met een aantal partijen die zich daar die toch op korte termijn de beslissing willen nemen om zich op het XL Business Park te vestigen. Ja. We zijn daar ongeveer 1,5 jaar geleden begonnen. De kader was klaar, ik denk 3/4 jaar geleden. We hebben de kraan daar neergelegd. Echter, de vergunningen zijn nog niet helemaal rond. En dat komt een beetje omdat
eigenlijk de gronden wat te vroeg uitgegeven zijn. Er wonen nog een aantal mensen daar op dat gedeelte van het XL-park. En de normale gang van zaken is dat eerst de mensen uitgekocht worden en dat dan de grond uitgegeven wordt. Hier is het vanwege andere redenen andersom gegaan. En wij hadden verwacht, nou, dat loopt zijn vaart wel. En die mensen die verdwijnen daar wel. En dan kunnen wij onze vergunning verder voortzetten. Als het binnen niet alleen is, het zoekje los. Ja, je kunt ook jouw lasten hè. Sta ik in de weg? Deze is 8. Dit is ook een 12,50. Ik ga nu naar uit. Dat was echt een tijd voor mij van, ik ga uit. Ik vind die andere kleur, maar... Dat is een tijd terug, maar hij bestaat nog steeds. Hè? Dat is het mooie. Nou, en dan kun je de ambulance hier neerzetten. Ja, zeker. Jan kan het allemaal wel een beetje aan met. Het thema was glas en poëzie. Ja, dat is wel echt een mooi gezicht. En dat is niet zo. Ik heb geen vrouw, want die moet de kant. Maar zo is dat laantje hoog. Je ziet echt het laantje. Je ziet echt het laantje weg. Er is er maar één van. Jacco Vinke van Skoop. Het is hier een drukte van belang in het land, hè? Zeker, zeker. Er zijn nog heel veel kinderen met dit warme weer aan de gang. Die hebben besloten om niet naar het zwembad te gaan en om nog lekker verder te timmeren aan hun hut. Er zijn ook een hele hoop vrijwilligers die meehelpen en dus elk jaar is het weer een groot feest. Het zijn helden, hè? Zeker weten, zeker weten. Ja, ja, ja. Zeg maar, hoeveel van die helden zijn er? Ik weet het op dit moment weet ik het niet, maar we zaten gisteren al over 400 inschrijvingen. Deze week is het wat rustiger vanwege het weer dat alle kanten opschiet. Maar vorige week zaten we al over de 100, gemiddeld 170. Gemiddeld 170, nou zeg. En niet alleen timmeren hè, en op de vingers slaan, op de duimen slaan, maar ook andere dingen? Ja, er zijn elke dag, vanaf de derde dag zijn er elke dag andere ook extra activiteiten voor de kinderen die dat leuk vinden. Alles mag, niks hoeft wat dat betreft. Dus ja, er zijn altijd wel elke dag ook wel leuke andere dingen te doen. Zeg maar... Réconfort, ça veut dire...
Zeg, Esten, kunst u niks? Dat is dus geniaal, hè? Dat is niet echt geniaal. We zijn bij de gemeente op gemeentehuis geweest bij de wethouders en naar aanleiding van dat stuk in de krant. En ik heb met Randy heb ik wat ontwerpen gemaakt om het wat aanschouwelijker te maken. Moeilijk. En ze waren een lijn enthousiast, moet ik zeggen. Ja. Het is de bedoeling dat ondernemers een rotonde adopteren, zeg maar. En dan, als ze dat gedaan hebben, dan kunnen ze in contact met ons komen of andere kunstenaars om eventueel een kunstwerk op te laten maken. Ja. Als het wat kostbaar is, kunnen ze natuurlijk ook met z'n vieren of met z'n vijven. Dan is de bedoeling dat er de naam van het bedrijf bij komt. Zo is het voor de ondernemer ook aantrekkelijk, denk ik. Ja. Randy van Lingen, beeldend kunstenaar. Wat vind je van de rotondes in Almelo? Nou, de rotondes over het algemeen vind ik ze een beetje saai en een beetje onverzorgd eruit zien. Je ziet natuurlijk mogelijkheden om wat moois van te maken. En er zullen prachtige beelden op kunnen staan of voorstellingen die ook te maken kunnen hebben met een bedrijf die bijvoorbeeld zo'n rotonde zou willen adopteren. Hoofdzakelijk moet het een mooie uitstraling hebben in de vorm van kunst. Wedstrijd is hier op dit moment bezig? Op dit moment is dat de heren 2 tegen de heren 1. Ze zijn allebei kampioen geworden dit jaar? Ze zijn allebei kampioen geworden en ze vonden het leuk om als afsluiter op het mixtoernooi om nog even een potje tegen elkaar te ballen. Vandaag was het mixtoernooi, basketbal. Hoe was de deelname? Het was heel erg groot, er waren heel veel mensen en het is altijd heel leuk, want de kleintjes, ouders, vriendjes, iedereen mag meedoen. Dus het was heel vol. Basketbal leeft in Almelo? Nou, het begint eigenlijk weer een beetje te leven. Het heeft al een lange tijd geweest dat we zoiets hadden van jongens, we moeten weer wat leden erbij krijgen. Maar we merken wel dat met name bij de jeugd dat er weer steeds meer kleintjes bij komen. En door middel van zo'n mixtoernooi trek je de ouders een beetje mee en gaat het weer iets meer leven. Ja, ja. Ik woon in Almelo en ik wil basketballen. Wat moet ik doen? Dan ga je naar de site. We hebben een goede website. We hebben sinds anderhalf jaar iemand die daar heel actief in is. En als je uitsmijters googelt, dan kom je op een prachtige website. Kun je aanklikken, kun je precies zien wanneer de trainingen zijn. Telefoonnummers erbij en dan kom je wel verder. Ja. Eerste keer Bonnebroek strandbal, hoe was het? Ja, het was top. Het weer was niet heel mooi, dacht ik. Maar er waren wel echt veel mensen op afgekomen, dus ik ben echt blij dat zoveel mensen zijn gekomen. Ja. Ja. Hoe gaat het met Brenny Estek? De laatste jaren ga je een beetje omhoog, hè? Ja, dat was wel de bedoeling. Daar werken we natuurlijk naartoe. Ik ben nu sinds 2 jaar wel voor een diepere stijl, echt voor deep house en tech house gaan kiezen. Dus dat is hier in het oosten is dat een beetje moeilijk nog. Ja. Ik merk het nog steeds aan de mensen dat die mensen echt moeten wennen aan de nieuwe muziek, zeg maar. Maar ik ben blij dat het steeds beter wordt hier. Dus ik zag al wat mensen dansen, dus ik ben echt blij. Ja. Maar is dat dan vasthouden aan je eigen idealen of af en toe toch een beetje commercieel werk zodat het publiek het ook kent? Ik,
ik probeer wel binnen mijn eigen genre te blijven. En natuurlijk kan ik wat dieper of wat commerciëler gaan draaien. Dat hangt natuurlijk af van het feestje. Bram Wijs, zijn we weer, hè? Daar zijn we weer in Bonnebroek. Mooie doopje. Geweldig festival weer en genieten. Het publiek ging lekker mee met jou, of niet? Ja, absoluut. Ging lekker mee. Zonnetje brak door en alleen maar genieten. Mensen die kwamen steeds een stukje naar voren en dat was wel heel belangrijk. En de sfeer zit er nu lekker in. 2015 tot op de heden een succesvol jaar, hè? Ja, absoluut. Ik heb op vele festivals al mogen draaien in de buurt. Boulevard, Festival, Dancehoes Zwolle. En het is alleen maar genieten en ik doe iets wat ik mooi vind. En dat is heel veel waardering wat ik altijd krijg. En die waardering vind ik heel erg gaaf om te krijgen natuurlijk. En dat vind ik heel erg mooi. Je hebt je eigen privéjet nog niet besteld? Is ook nog niet nodig voorlopig. Ik hoop dat het ooit nog een keer gaat gebeuren. Maar ik blijf met twee voeten op de grond staan en ik zie wel wat schip strand. 1, schiet! Oké dan, applausje. We zijn toen gaan zoeken naar, ik heb het altijd genoemd, logeeradressen. Liefst op plaatsen die dicht liggen bij de bevolking. En we hebben twee soorten logeeradressen gevonden. Verzorgingshuizen en sportverenigingen. Om met de laatste te beginnen. Het kwam min of meer als geschenk uit de hemel dat de mensen van het project Actief Betrokken Club contact met mij opnamen om te onderzoeken of er met een aantal sportverenigingen niet te praten viel over het onderbrengen van een afhaalpunt in hun accommodaties. In het verleden hadden we meerdere vestigingen van de bibliotheek in de stad. En die zijn in de loop der jaren gesloten en afgelopen januari is het filiaal van de Schelvorst gesloten. En hebben we van de gemeente opdracht gekregen en wilden we natuurlijk zelf ook in de wijken toch punten hebben waar mensen hun boeken kunnen afhalen. Dus er staat geen grote collectie boeken van de bibliotheek, maar mensen kunnen vanuit huis hun boeken reserveren. Die worden opgehaald. En die worden gereserveerd op het moment dat ze binnenkomen, zorgen wij dat ze apart gehouden worden. Wij brengen ze dagelijks naar die afhaalpunten toe en die worden dan bij een sportclub of bij een verzorgingstehuis in de kast gezet. En mensen kunnen daar hun boeken weer ophalen. Ik heb nog even in de bieken... Many things to do, all this world for me and you. De banden bestaan sinds dit jaar 90 jaar. De groep is opgericht in 1925. Nou ja, het is inmiddels 2015, dus reken zelf maar uit. Dat is 90 jaar. Wij zijn een kleine groep. Wij hebben omstreeks de 50 jeugdleden en ongeveer ook zoveel mensen die aan de rand van deze groep actief zijn, maar ook binnen leiding, bestuur, onderhoud van het gebouw enzovoort enzovoort. Ik geef het woord aan de wethouder Van Mannen. Ja, dank u wel. Ik ben blij dat het moment vandaag gekomen is dat er getekend kan worden. Op de markt kun je lekker eten kopen. Op de markt kun je proeven wat je wil. Op de markt kun je langs de kraampjes lopen. Op de markt klinkt de hele dag gegil. En op hele lange tafels staan groente, fruit en wafels. En heel veel soorten nootjes. Ja mensen, wie maakt me los? Wie maakt me los? Ja, ja, één halen, twee halen. Alle taken en faciliteiten en dingen wat de gemeente nu doet, wat onze taken. Dus van stroomvoorziening die al van de stichting was. Eigenlijk alles wat je moet doen om een markt te regelen. En wij hebben meer kennis in huis als de marktmeester die er nu loopt. Dus wij denken daar iets moois van te kunnen maken. Het was voor ons heel erg belangrijk dat wij de locatie die wij nu krijgen, die wij terugkrijgen, dat we daar zekerheid van hadden, dat we daar het aantal meters krijgen waar je een markt op kunt draaien. Kijk, als ons, wij praten over 550 strekkende meter. Als wij die niet toegezegd hadden gekregen, hadden we dit nooit gedaan. Ons voorkeur gaat naar de Korenmarkt, Grote Straat, richting Theaterhotel. Daar zijn we ook mee bezig, samen met de gemeente, om te kijken of dat mogelijk is. Dus er gaan nog gesprekken plaatsvinden met ondernemers daar aanstaande maandag. En we hopen dat we daar positief met z'n allen daar een markt in de stad kunnen maken. Hey, daar zijn we weer. Koningspelen 2015. Is iedereen er klaar voor? Ja! 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 Ja!
U heeft deze A ontworpen. Nou, het hele kunstwerk voor het nieuwe stadhuis, hè? Zowel binnen als buiten. Dus ook de letters hiervoor, ja, en alles, alles vormt samen het woord Almelo, hè? Almelo. Maar op de gevel staat stadhuis en hier voor de deur in de verschillende wijzen, zeg maar het woord Almelo. Maar ik zie maar één O. Had graag wat meer die O wat willen benadrukken eigenlijk. Nou, die wordt vaak wel zo uitgesproken. Ja, nee, dat weet ik. Maar ik heb hem een beetje laten dansen. Want die andere letters die zitten allemaal aan de kade. Of in de kade. En die O niet. Dus die gaat even omhoog, zeg maar. Hè? En dat was, daar is wel over nagedacht. De doelstelling van Sarah is 24 jaar geweest om Almeloze kunstenaars over het voetlicht te brengen. En dat willen we goed doen. En dat betekent dat we een goede brochure uit willen brengen met goed drukwerk. En dat kost gewoon veel geld, dat is één. Maar wij vinden ook dat als je daarmee aan de slag gaat, dat je die kunstenaars recht moet doen. Dat moet je niet afraffelen, dat moet je goed doen. En wij zeggen van nou ja, oké, we doen het of goed of we doen het niet. En we gaan niet inboeten verder. Ik denk dat de Herman Krikka prijs is iets wat wij in het leven geroepen hebben, zo'n jaar of 7 geleden. En ja, wij vinden die Herman Krikka prijs een hele fijne stimuleringsprijs voor kunstenaars. Het wordt ook ernstig gewaardeerd. Kunstenaars weten ook dat het winnen van zo'n prijs iets betekent. Want er zijn immers maar heel weinig van die prijzen in Nederland te vergeven. Dus ja, een prijs winnen op het gebied van kunst is een heel prestigieus iets. Nou ja, de plannen zijn ook nog wel ambitieus voor Almelo de komende jaren. Alleen, kijk, je weet wat je hebt en je weet nog niet wat je krijgt.